Welkom bij Koningshof. Goedemorgen, Renssen Heldenbach. Van harte welkom. U ziet het, de mensen stromen binnen. 12 december 2006. Prachtige meeting van Ganzenwinkel. Waar vandaag vooral klantgerichtheid centraal zal staan. En dan gaat de hele dag in het teken daarvan gevierd worden. Betekent voor Tom? Zorgen dat je hele goede afspraken maakt met elkaar, zodat verwachtingen duidelijk zijn en dat je daarna die verwachting ook invult. Klantgerichtheid is de klant geeft wat hij nodig heeft, waar hij om vraagt en ook waar hij nog niet om gevraagd heeft. Maar als je succes hebt, moet je er ook van genieten. Klantgerichtheid betekent voor mij aandacht, aandacht en nog eens aandacht. Dat bakje op de kop zetten. Diederik die zei het laatst ook eens een keer. Waarom willen wij die sterke klantgerichtheid nou zo nadrukkelijk in het voetlicht zetten? Al onze medewerkers zijn momenteel in gesprek. En dat klopt, want we zijn aan het tweede gedeelte van het programma. En in dat tweede gedeelte gaan alle deelnemers 4 verschillende workshops doen. Het gaat over klantgerichtheid, de interne klantgerichtheid bij Van Ganzenwinkel. We gaan een toets afnemen over klantgerichtheid. We gaan luisteren naar een spreker over de klantgerichtheid bij Disney. En er worden commercials opgenomen over klantgerichtheid. En daar gaan we even een stukje mee kijken. Maar je zou twee dingen tegelijkertijd kunnen pakken. Om een video te maken over aandacht aan klanten. Wat je intern kan gebruiken om het voorbeeld te geven. En ook aan klanten kan laten zien hoe je ermee omgaat. Ja. Dan kunnen we gewoon een paar sketches doen met hoe je aandacht aan de klant geeft. Karin, heb je al iemand gevonden? Belangrijke filosofieën die vanaf het begin af aan worden gebruikt. Zijn er mensen die daar anders over denken? Dat zit in het woord. Gedreven is meer dan zomaar gericht of vriendelijk. Ja. Er is gevraagd om in deze ruimte na te denken in dit komende half uurtje over de interne klantgerichtheid binnen uw eigen bedrijf. En dan niet voor uw eigen afdeling, maar voor de andere afdelingen waarvan u wel eens denkt dat zou ik wel zo willen zien, dat zou ik wel eens anders willen. En daar heb ik een bepaald verwachtingspatroon bij. Dat je dus je klant behandelt als gast en ook terugkrijgt dat die klant jou behandelt op dezelfde manier. En dat we dat stukje laten zien. Nou, daar zijn die gasten van Ganzenwinkel weer, joh. Oh ja, wacht, ik haal hem even binnen. Hé, hey, van Ganzenwinkel. Kom binnen. Ik kan alleen maar zeggen dat het volgens mij erg goed is verlopen. We zitten strak op tijdschema en ik heb u zien lachen, ik heb u ernstig gezien, ik heb u nieuwsgierig gezien en ik heb u ook nog klantgericht bezig gezien. En we gaan naar de officiële afsluiting van vandaag. Met het woord van meneer Diederik Grijsers. Even een paar dingen terughalen die we vandaag met elkaar hier gedaan hebben. Het belangrijkste is denk ik dat, laat ik voor mezelf spreken, ik heb weer genoten van deze dag. Ik vind het elke keer weer ontzettend mooi om ons met deze club bij elkaar te zien. Ik vind het mooi om jullie samen te zien werken, maar ook samen te zien lachen. Op dit moment wordt het slotwoord van de dag gehouden door meneer Diederik Grijsbers. De dag die ging over klantgerichtheid. Klantgerichtheid voor Van Ganzenwinkel, die verder reikt dan alleen maar deze dag en de DVD.
nou niks meer hoor. En wat leuk is en het toeval dan zomaar kan doen bij een alfabetisch boekje, dan kom je op pagina 108, speling van het lot zal ik het noemen. En dan staan naast elkaar op pagina 108 en 109, Mark is al aan het checken, Stef de Naaier en Tim Fokker. Hij is goed. Welkom. Een correcte factuur voor de dienstverlening van deze week. Een correcte factuur? Ja. Dat is lang geleden. Dank u wel. De eerste keer dat ik blij ben met een factuur. En er staat helemaal niets op. Geweldig. Nou, dan zou ik graag zelf nog een woordje Tsjechisch willen leren. Wat is klantgerichtheid in het Tsjechisch? Het woord? Zaměřenost na zákazníka. Dat is wel lang. Nog een keer. Zaměřenost na zákazníka. Zaměřenost na zákazníka. Zaměřenost? 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 Na? Na? Zákazníka. Na zákazníka. Na zákazníka. Na zákazníka. Na zákazníka. Na zákazníka. A přitom jí zmrzlinu. Dat is weer iets anders, hè? Dat is een andere. Zmrzlina. Smirzlina. Zmrzlina. Smirzlina. Nou, zeg ik vast iets heel smerigs.